reizen. Alweer het tweede seizoen waarin Ron en ik op zoek gaan naar inspiratie, naar reistips. En dat alles voor u natuurlijk. We gaan dit seizoen naar de Noorse fjorden, we gaan naar Malta, we gaan naar onze zuidenburen. En vandaag ben ik in Italië op zoek naar de smaak van Italië. Dat doe ik om precies te zijn in Cremona, in de regio Lombardije. Het is de hoofdstad van de gelijknamige provincie en telt iets meer dan 70.000 inwoners. Eén van hen is de Nederlandse Zoe. Ik tref haar in een authentieke barista-bar. Zoe, jij woont hier in de buurt, hè? Ja. Ze hebben hier de prachtige Duomo, die is uit 1107. Ja, 12e eeuw. Ja, ja, 12e eeuw. Is hier nog meer bijzonders te zien? De Duomo is dus heel bijzonder omdat het echt zo'n oud gebouw is. Het is een beetje een combinatie van Romaanse architectuur aan de buitenkant en de binnenkant is heel barok eigenlijk. Ja, dus echt heel rijk, dus dat is echt wel heel tof. En verder Antoni Stradivari komt uit Cremona. Dat is de vioolbouwer. Ja. Dus je hebt hier ook het vioolmuseum. En je ziet ook, wat heel erg mooi is, door het hele historische centrum, heel veel nog authentieke vioolbouwers. En dat wordt hier echt nog door families op kinderen overgegeven, eigenlijk dat vakmanschap. Ja. Dus dat is ook wel leuk als je hier bent, om gewoon een beetje naar binnen te gluren. En vaak, weet je, als je naar binnen komt en je hebt interesse, dan mag je wel kijken. Soms zijn ze echt nog aan het repareren. Oké. Okay. Dat is wel heel bijzonder. Nou, laten we onze koffie opdrinken en dan gaan we lekker lopen. Laten we dat doen. Ja. Is it so that your violin sounds different than his? Absolutely, yeah. Yeah? I'm just a beginner. He's working already from 20 years, so he's Okay. much more. So I have to buy a violin from him? Yeah, you could. It depends. Yeah. Vioolbouwen, wat een prachtig ambacht. Verspreid door Cremona kom je tientallen van dit soort werkplaatsen tegen. Het schijnt dat hier in de zomer onafgebroken warme vioolklanken door de straten sijpelen, omdat de bouwers hun violen dan graag op straat in het zonnetje bespelen. Het is bij onze gewoonte dat als we in een kathedraal zijn ergens, met name in het buitenland, dan steken we altijd even een kaarsje op voor onze ouders, maar ook voor onze kinderen. De Duomo van Cremona is een indrukwekkend, elegant bouwwerk dat fier boven de stad uitsteekt. Je treft er mozaïeken, beeldhouwwerken en prachtige fresco's, waaronder een enorm kunstwerk van de kruisiging, geschilderd door Pordenone tussen 1520 en 1521. Ja, dat is toch wel bijzonder indrukwekkend, hè? Wat een rijkdom. Wat moet die kerk rijk geweest zijn? En het is ook rijk aan kunst, aan geweldige schilderijen, het beeldhouwwerk. Nou, als dit de smaak van Italië is, dan lust ik nog wel iets. Prachtig. Speaking of, ik lust ondertussen wel echt iets. De smaak van Italië moet toch ook in het eten te ontdekken zijn? Zoe neemt me mee naar de klassieke speciaalzaak Sperlari, waar eigenaar Carlo net de luik opent. Zo, het staat ook op de mat, hè? 1836. Ja. Zo lang bestaat deze winkel al. Wat is hier zo bijzonder aan? Je vindt hier eigenlijk allemaal lokale delicatessen. Ja. De belangrijkste zijn eigenlijk de mostarda, wat een hartige soort saus is. Het zijn vruchten in mosterd. Het is best wel pittig. En dat eet je bij bijvoorbeeld een kaasplankje, dus bij die gorgonzola. Of bij echt vlees gebraad. Ja, leuk hoor. En behalve de mostarda zijn ze in Cremona ook in een hopjes met de noga. Dat wilde Carlo nog wel eventjes kwijt. Dat is noga, ja. En dat is ook typisch uit Cremona. Oh ja? Ja. Dus want dat is andere noga dan bijvoorbeeld die in Frankrijk geproduceerd wordt? Nou, het lijkt op elkaar, maar ze zijn hier wel heel trots erop. En het wordt ook gemaakt met bijvoorbeeld de hazelnoten uit de regio en amandelen. En het is allemaal lokale productie. Ja. En je hebt heel veel verschillende productiehuizen eigenlijk. En één keer per jaar is er dus zo'n festival hier. Een Noga-festival? Ja, de hele stad staat dan vol met Noga-kramen. Oh, okay. Een kilo mostarda en Noga-rijker, met de complimenten van Carlo overigens, zetten Zo en ik koers richting de nabijgelegen kaaswinkel.
Want mostarda schijnt heerlijk te smaken met een goed stuk gorgonzola. Ciao. Buongiorno. Dit is een Italiaanse kaaswinkel. Dat ruikt. Ruikt het? Ja. He, want deze plaats staat bekend, Cremona, om. Om gorgonzola. Ja. Waarom is dat? Ja, dat wordt eigenlijk hier in de regio geproduceerd. Okay. Dus hier rond Cremona is er heel veel gorgonzola-productie en ook in Piemonte. Okay. En de gorgonzola van hier heeft dan ook een eigen smaak? Ja, volgens mij de gorgonzola die hier wordt geproduceerd is wat zachter van smaak. Ja. En vind je eigenlijk op elk kaasplankje wel terug. Ja. En is niet zo heftig als misschien je hem kent uit de Nederlandse supermarkt. Dus dit is de gorgonzola die hier gemaakt wordt? Ja, in de regio. Ja. Oké, nou dan gaan we even proeven, hè? Ja, ik kan hem dus niet proeven, want ik ben zwanger. En het wordt gemaakt van rauwe melk. Ach, dus helaas. Wat leuk. Maar is het lekker? Ja. Heerlijk. Nou, dan kan ik 2 hapjes nemen. Nou, gefeliciteerd trouwens. Dankjewel. Ja, wanneer? Oktober. Maar dan ga ik jou niet meenemen naar de fabriek. Dan ga ik daar even alleen kijken, denk ik. Dat lijkt me goed. Ja, dat is niet goed voor het kind. Wel lekker. Ja, want bij Cremona ligt de fabriek die verantwoordelijk is voor een groot deel van de gorgonzola-productie. En ik ben wel benieuwd hoe ze die kaas nou eigenlijk maken.